Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga eventjes alles voor jullie klaarzetten, eventjes delen en dan gaan we vanavond weer gezellig aan de slag. Ik ben er natuurlijk ietsjes eerder dan de rest. Ik ben er altijd een half uurtje eerder, dus ik wacht eventjes totdat jullie mij ook gevonden hebben. Dat jullie weten dat ik al live ben en dan gaan we zo meteen aan, ja, lekker even knutselen. Ik wil in eerste instantie eventjes een aantal voorbeelden laten zien en daarna gaan we daadwerkelijk ook nog wat maken. Nou, in eerste instantie zou ik eigenlijk met mijn eigen warm en cozy lijn vanavond aan de slag gaan. Want die zou uitgeleverd gaan worden. Maar toen kreeg ik, ja, wanneer was het? Donderdag of zo kreeg ik een berichtje van Maartje van, ja, de nieuwe lijn is er nog niet. Dus dat gaat helaas niet door. En toen moest ik last minute even iets anders verzinnen. En toen vroeg Maartje of ik dan iets wil doen met de embossingfolders in combinatie met die ja, do-it-yourself blocks, de DIY blocks. Nou, mijn inspiratie ging alle kanten op, behalve naar die kaartenblocks. Dus ik heb hele andere voorbeelden voorbereid. En vanavond gaan we gewoon ter plekke aan de slag met, ja, die standsblokken, zeg maar. En ik heb eigenlijk best wel wat voorbeelden nog kunnen toveren. En ik denk dat ik ook maar gewoon ga beginnen. Want anders is er straks te weinig tijd om, ja, de creaties die ik wil maken ook te gaan maken. Nou, wat is er dus nieuw van Studio Light? Er zijn 4 nieuwe embossingfolders. Er zijn 2 vierkante embossingfolders. Het zijn allemaal 3D embossingfolders. Dus het is ook echt met ja, 3D effect. Deze is met hele mooie herfstbladeren. Op de achterkant kun je het voorbeeld iets beter zien. Ik laat ze straks ook eventjes allemaal uitgestanst nog zien. Dit is een hele mooie zonnebloem. Die is ook super gaaf. Dan een hele mooie met een ruitjespatroon. Dit zijn A6 folders. En deze hele mooie met een ruitjespatroon. Wat ga ik doen? Ik ga ze eventjes allemaal stuk voor stuk laten zien. Dit is bijvoorbeeld deze met de sterretjes. En je ziet wel, er liggen dus wat sterretjes hoger. En wat ja, relief lager. Dat is die met die sterretjes. En het leuke van deze embossingfolders is dat je ze ook vanaf de andere kant ook nog kan gebruiken. Kijk eens hoe gaaf die er dan ook uitziet. Dan heb je een soort ruitjes allemaal. Dus je kan deze aan 2 kanten gaan gebruiken. Dat is nummer 6. Dan hebben we nummertje 5. Dat is deze. Een hele gave met een mooi ruitjespatroon. En die heeft dus aan de andere kant ook dat ja, de blokjes omhoog komen, zeg maar. Ook superleuk. Dus die kan je ook aan 2 kanten gebruiken. Dan deze mooie zonnebloem. Even kijken. Die kan ik uit wit papier laten zien. Oh, dat is niet de goede. Nou, dan pakken we die er ook maar gelijk bij. Hier heb ik hem wel. Dit is die hele gave zonnebloem. Kijk eens. De zonnebloem ligt er dus echt helemaal dik bovenop. En die bladeren die liggen dus weer een klein beetje naar de achtergrond. En daardoor krijg je dat hele toffe 3D effect. En dat is dus deze zonnebloem. En dan hebben we een hele mooie met de herfstbladeren. Nou, hier heb ik helaas nog geen voorbeeld van. Die hoop ik nog te gaan maken, want ik heb daar wel een heel tof idee nog mee. En kijk eens dat papier wat mooi. Dat is het nieuwe canvas papier van Craft Emotions. Echt ontzettend mooi. Nou, deze heb ik ook nog in het zwart uitgestanst. Geeft ook heel gaaf effect. Wat ga ik doen? Ik ga nu gewoon even een aantal voorbeelden laten zien. Nou, van deze zonnebloem embossing folder kan ik jullie wat meerdere voorbeelden laten zien. Daar heb ik onder andere deze mee gemaakt. En daarbij heb ik ook dat hele gave canvaspapier van Craft Emotions gebruikt als basis. En ik weet niet of die bling bling in de camera te zien is. Kijk, ik ga hem even een beetje heen en weer doen. Ik heb deze dus gedaan met de Distress Crayons. En die nieuwe setjes van Tim Holtz, dat zijn Pearlescent setjes. En daar zit dus een mica poedertje bij in. En daardoor krijg je dus dat hele gave effect. Nou, een stukje vellum eroverheen. Wat letters uitgestanst uit metallic cardstock. En je hebt een super gave kaart. Nou, datzelfde. Met diezelfde crayons heb ik ook deze labels gemaakt. En deze labels, dat is dus weer gedaan met die nieuwe tagblocks van Studio Light. En dit is bijvoorbeeld de Classic tagblok. En deze tags kan je dus ook prima gebruiken voor bij die embossingfolders. En wat heb ik gedaan? Ik heb 2 van die labels tegelijk gewoon in mijn embossingfolder gedaan. Gewoon naast elkaar gelegd. En dan krijg je dus aan beide kanten zo'n gedeelte van zo'n zonnebloem. Nou, ook deze zijn dus met die Pearlescent crayons op kleur gebracht. Dus dat is ook wel weer ontzettend leuk. Dat was ook eigenlijk mijn eerste uitstapje met de crayons. Vanavond ga ik niet met de crayons aan de slag. Vanavond ga ik even wat anders doen. Met diezelfde embossingfolder heb ik ook nog wat andere kaarten gemaakt. Namelijk deze. Kijk eens hoe tof het ook is om met de wax van Craft Emotions te gaan werken. Nu zijn er allerlei soorten wax. Je hebt wax van Cadence, je hebt wax van Finnabair, je hebt wax van Cosa Crafts. Ik heb bij deze de Metallic Wax van Craft Emotions gebruikt. En dat is artikel nummer 302690/1950. Dat is de Metallic Gold. Die vond ik zelf wel ontzettend leuk. Ik heb hierbij zwart watercolor papier gebruikt. Nou, een glitterdraadje erbij. Een beetje op de achtergrond nog gestempeld. Tekstje erbij. En je bent klaar. Voor de dubbeldoos durf ik niet te zeggen welke combinatie je moet gebruiken. Dat durf ik echt niet te zeggen, sorry. Door de Powerboss kan het wel. Dan heb je de dikke transparante plaat nodig plus de ijzeren plaat. En dan gaat dat prima. Dan heb ik ook uit diezelfde, dat tagblok zeg maar wat ik net al liet zien, heb ik ook deze 2 halve labels uitgestanst. En ook deze weer met de metallic wax op kleur gebracht. Nou, dat blinkt echt aan alle kanten. Het basispapier wat ik bij deze heb gebruikt, dat is van Le Su. En dat is heel erg gaaf metallic karton. Dat is de 412709. De e-bosser durf ik niet te zeggen welke platencombinatie. Dat zou je eventjes uit moeten zoeken. Dat is mij niet helemaal bekend. Ik heb het nu alleen met de Powerboss uitgeprobeerd en met de Pressboss. Dan heb ik nog een setje kaarten. Ja, ik ben eventjes Speedy Gonzales aan de slag gegaan. Want ik dacht wat met goud leuk is, is met zilver ook heel erg leuk. En voor deze heb ik deze embossingfolder gebruikt met die sterren. Even kijken, dat is deze. Dat is de 06. En daarbij heb ik dus gedaan met de zilverwax van Craft Emotions. Dat is nummertje 302690/1120. En daarbij heb ik metallic cardstock van Card Deco gebruikt. Die bijen, om daar even op terug te komen, dat komt uit een knipvellenboekje van Mint Tape Papers. Dus ik heb een beetje mix en match gedaan. Maar ik vond die bijtjes zo leuk. Nou, over naar deze creaties. Hier heb ik dus allerlei materialen van Studio Light weer bij gebruikt. Hier heb ik bijvoorbeeld een heel tof alfabet Dat is een grote standsmal van Studio Light. Ik heb de takjes uit de Sending Joy collectie gebruikt. Ik heb er een poinsettia bij gebruikt. Heb ik ook allemaal op kleur gebracht met de wax. Nou, wat heb ik bij deze gedaan? Ik heb gewoon de embossingfolder in zijn geheel uitgestanst. Heb ik ergens diagonaal doorgesneden. En dan heb je dus in no time heb je 2 kaarten klaar. Bij deze heb ik weer een standsmalletje van Studio Light erbij gedaan. Ja, superleuk. Ik was echt even goed op dreef, zeg maar. Deze heb ik wat eenvoudiger gehouden. Heb ik de nieuwe shape malletjes van Studio Light weer bij gebruikt. Ook weer een poinsettia erbij. Takjes erbij. Ja, metallic, zilver, zwart. Ik vind het gewoon echt een toffe combinatie. Ik moet alle creaties nog op de foto zetten. Dat komt deze week nog. Nou, last but not least aan voorbeelden. Heb ik ook deze nog gemaakt. En wat heb ik bij deze gedaan? Bij deze heb ik dus die embossing folder van deze gebruikt. Maar daar heb ik zowel, ja inderdaad het wingboek, klopt. Heb ik zowel de voorkant als de achterkant gebruikt. Die heb ik uit zwart uitgestanst. En daar heb ik de zwarte heb ik met ook weer die metallic poeder, metallic wax op kleur gebracht. Heb ik een witte overheen geplakt, maar daarvan heb ik dus de andere kant gebruikt. Dus dat die ruitjes omhoog komen. En ik heb hierbij gewerkt met glitterpapier. Nou, een beetje designpapier, dus je kan ook met designpapier erbij gaan werken. Bij deze heb ik zelfs nog voor gekozen om een ander kleurtje of ander motiefje van de embossingfolders er weer bij te gebruiken. En hierbij heb ik wat uitgeknipte bloemen weer gebruikt. Nou, overal wat spetters gedaan. En ja, zo heb je in no time heb je echt een hele gave collectie kaarten klaar. Tenminste, ik vind ze zelf, als ik heel eerlijk ben, wel heel mooi geworden. Maar toen kreeg ik van Maartje de vraag of ik met die DIY blocks wat wou doen. Toen dacht ik, ja, dat was dus eigenlijk iets totaal anders. Dus die andere creaties wil ik later deze week nog even een keer in een live laten zien met de waxjes. En vanavond ga ik dus aan de slag met deze blokken. Nou, ik pak mijn kliedematje erbij, want we hebben wel een kliedematje nodig. En wat ik vanavond precies ga doen, ja, ik weet het nog niet helemaal. Ik heb wel wat voorbereid, maar het kan zijn dat ik dus nog wat uitstapjes ga maken. Waar ik trouwens, wat ik nog even wil laten zien zijn deze 2 nesting die sets van Studio Light. Dat zijn echt zulke gave setjes. Daar heb ik dus ook bijvoorbeeld dit ovaaltje mee uitgestanst. En ook bij deze kaart ook dit vormpje uitgestanst. Die komt weer uit deze. En het ovaaltje komt hieruit. En meer heb ik die geloof ik nog niet gebruikt. Nee, meer nog niet. Nou, dan gaan die dus aan de kanten. Ja, het was eventjes om mijn inspiratie ging alle kanten op. Ik had in één keer zoiets van, die embossingfolders zijn zo tof. Ik ben er gewoon als een speer mee aan de slag gegaan. Het grote alfabet trouwens, dat is dit gave setje. Dat is de SL-ES-CD78. Nou, het DIY-blok. Daar zouden we mee aan de slag gaan. Nou, ik ga als eerste met deze Winter Wonderland aan de slag. Die Winter Wonderland vond ik ook wel weer super leuk. En ik heb dus een beetje voorbereid. En de basis hiervan is met de Sending Joy-lijn. Het artikelnummer daarvan heb ik trouwens eventjes niet. Die heb ik uit blauw metallic cardstock uitgestanst. Ik heb een basislaag uit wit papier. Nou, het prachtige papier komt dus uit het peperblok. Kijk, dat zien jullie wel. Een gedeelte van deze heb ik gedaan. Die heb ik op 4,5 14 bij 14 centimeter uitgestanst. Of uitgesneden. Ik heb deze keer gesneden. Nou, wat vind je bij deze blokken? Aan de achterkant heb je het matchende bijpassende papier. Die heb ik dus alvast even door mijn embossingfolder gehaald. En nu heb ik dus een basislaag in dezelfde kleur erbij. Ik wil deze wel nog een beetje op kleur gaan brengen. En ik ga met wat verschillende materialen vanavond de dingen op kleur brengen. Ik dacht bij deze is het ook wel heel erg leuk om met de nieuwe kleur Price Ribbon van Distress te doen. Want heel veel mensen hebben Distress inkt in huis en dan is het gewoon ook laagdrempelig voor jullie om te gaan starten met die embossingfolders. Oh, ik zit al met mijn vingers erin. Nou, je kan dus ook gewoon, als je dit uit wit uitstanst, kan je uiteraard ook gewoon met je embossing of oxides eroverheen. Ik ga de kleur een beetje her en der aanbrengen. Ik wil hem namelijk niet helemaal egaal blauw hebben, maar ik wil wat wisselende kleuren hebben. Ik wil ook op de achterkant van mijn papier nog een klein beetje structuur aan, of een klein beetje kleur aanbrengen. Niet te veel. Maar ik vind het altijd wel leuk als het papier nog net eventjes wat, net eventjes wat extra's weer krijgt. Even kijken of ik een schoonmaakdoekje heb. Ook nog wel. Even kijken. Kijk, je ziet wel, de achterkant heb ik dus een ander kleurtje. Dan wil ik bij deze gelijk even laten zien. Kijk. Dit is dus de achterkant. Hoe gaaf dat patroontje ook is. Dus je kan beide kanten van je embossingfolders kan je gaan gebruiken. Ik ga hier ook nog een klein beetje zilvermetaalwax overheen doen. Oeh, dat wordt wel heel erg mooi. Ik weet niet of het voor jullie ook in beeld te zien is, maar zo ga je dus die sterretjes wel weer extra goed zien. Nou, moet je dat heel dik aanbrengen? Nee, kijk gewoon wat jij zelf leuk vindt. Hoe dikker, hoe meer het opvalt. Maar af en toe hoeft de bling bling ook niet te opvallend te zijn, hè? Nou, dat is dat. Die wilde ik gaan plakken op deze kaart. Dus gewoon weer een strookje donkerblauw erachter. Oh... ik weet niet of, jullie kunnen wel kijken in de camera, maar het is zo jammer dat jullie het niet kunnen ruiken. Want oh, dit is met bijenwaks erbij in. En ja, dit is bijenwaspasta met sinaasappelolie voor krachtige metaalachtige glans op elk oppervlakte. Stevig deksel aandraaien na gebruik. Dus in ieder geval wel goed aandraaien. Maar dit ruikt zo lekker. Oh. Het zou echt... jullie zouden dat echt moeten kunnen ruiken. Dan zou je spontaan die potjes gewoon bestellen. Dit is trouwens in heel veel kleuren leverbaar. Dus je kan ook zeggen van... Nou, ik doe blauwe wax of een andere kleur wax... Maar ik vind zelf zilver en goud wel heel erg leuk. En ik heb van allerlei merken wax in huis. Dus je kunt van alles gebruiken. Nou, even kijken. De inkt vliegt eraf, maar misschien schuif je vingers dan. Ik weet niet waar dat precies over gaat. Even kijken. Nou, officieel hoorde dit papier zo, maar ik wil hem eigenlijk over zo hebben. En ik wil daar wat lintjes achter gaan plakken. Dat heb ik alvast klaargemaakt. Want ja, ik ben ambitieus. Ik heb eigenlijk weer 3 creaties wat ik wil maken. Maar goed, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Maar we gaan het zien. Eigenlijk moet ik gewoon doorwerken. Niet lullen, maar werken, hè. Ja, goed, we zijn er ook voor de gezelligheid. En weet je, als er eentje niet afkomt, dan doen we dat gewoon later. Een klein kantje erop, dat vind ik altijd wel gezellig staan. Ik ga deze even een beetje voorzien van gesso. Want we moeten toch wel een beetje ons eigen stijltje erin houden. Jenine doet gewoon veel met gesso en dat vind ik gewoon... ja, niet kletsen en poetsen inderdaad. Gewoon eventjes de speedy aanzetten. Nee, we doen het gewoon lekker op het gemakje. En wat niet afkomt, dat komt gewoon later. Geen man overboord. Ik vind het wel leuk als deze boompjes ook nog een beetje besneeuwd zijn. Dus dat gaan we ook even doen. Dan gaan we ook die basiskaart even een beetje voorzien. Ik vind die wel echt super leuk, deze basiskaart. Gewoon, ja, leuk modelletje. Die is dus ook uit de Sending Joy lijn. Ik ga een heel klein beetje script nog stempelen op de achtergrond. Daar kan je gewoon een willekeurig stempeltje voor pakken. Ook een beetje prijsribbon. Zo, meer dan genoeg. Deze gaan we eerst even opplakken. Ik weet bij deze nog niet hoe ik de tekst erop ga doen. Die heb ik nog niet verzameld. Dus dat komt later nog eventjes. Deze komt hier precies in het midden. Echt, dit papier uit dit paperpad is gewoon zo ontzettend leuk. Deze ga ik even apart leggen. Deze gaat daar komen. Die plak ik even met dubbelzijdig tape vast. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Omdat ik daar ook nog weer een kantje onder heb gebruikt. Oh. Nou, het kantje is dus alweer los. Niet te hard trekken, Jenine. Die plakken we zo weer vast. Nou, kantjes hebben jullie vast ook allemaal wel in huis. Daar kan je gewoon elk willekeurig kantje voor pakken. Je kan er ook een pons of een randmalletje voor gebruiken. Kijk maar gewoon wat je doet. Graag even geen reclame maken voor hobbywinkels. Ik weet dat jullie mij heel erg linken aan mijn eigen winkel, maar ik doe vanavond voor Studio Light. Dus de producten zijn gewoon bij elke hobbywinkel te verkrijgen. Dus kijk ook bij mijn collega's, want ook mijn collega's hebben verkoop hard nodig. Dus sponsor zeker ook je... ja, je eigen hobbywinkel, je lokale hobbywinkel. Heel belangrijk. Nou, deze boom, die komt dus ook uit dat do-it-yourself blok. DIY blok. Het is maar net hoe je het noemt. Op zijn Engels of op het Nederlands. Daarin zit ook zo'n leuke Bambi. Nou, ook die Bambi moet eventjes voorzien worden van een beetje witte gesso. Die wilde ik hiervoor gaan leggen. Er zaten hele leuke kaarsjes. Nou, dat is toch ook gezellig. Een paar kaarsjes erbij. Die ga ik ietsjes opzij schuiven. Want anders gaat mijn embossingfolder te veel bedekt worden. En dat vind ik weer een beetje jammer. Dat wil ik niet. Want het gaat tenslotte om de embossingfolder. Die komt daar. Die komt daar. En de mistletoe, die gaan we er bovenaan hangen. Die gaat daar komen. Nou, en dan moet er nog iets van een tekst op komen. Maar zoals ik al zei, ik weet nog even niet welke tekst ik wil gaan gebruiken. Dus dat komt later eventjes. Ik plak alles op met foamtape. Ik vind dat wel leuk dat er een beetje diepte in komt in mijn kaartje. Ja, weet je, ik laat nu natuurlijk weer allerlei nieuwe dingen zien. Maar kijk ook eens wat je gewoon in je kast hebt liggen. Want ik laat nu bijvoorbeeld deze gouden metaalwax van Craft Emotions zien. Dat vind ik een hele fijne. Maar misschien heb jij al wel iets in de kast liggen van bijvoorbeeld Cosa Crafts. Of de embellishment mousse van Nuvo of... Ja, zeg het maar. Oh, je hebt ook nog Opal Polish van Craft Creative. Nee, hoe heet dat toch? Cosmic Shimmer. Dus ja, er zijn van allerlei soorten. Er is wax van Cadence. Er zijn zoveel potjes en pannetjes. Het kan overal mee. Dus echt, koop niet altijd als een malle alles wat wij... ook gebruiken. Kijk ook gewoon eventjes wat jij nog zelf hebt liggen. Ik ga de boom toch heel iets verplaatsen. Iets die kant op. Dan komt mijn Bambi net iets beter uit. Ja, Finnabair, die heb ik hier ook binnen handbereik. Daar ga ik straks nog eventjes wat mee doen. Want die had ook een heel mooi blauw kleurtje. Deze Bambi doe ik een klein gedeelte met lijm en een klein gedeelte met foamtape. En dat doe ik bewust omdat de Bambi hier op mijn boom komt te liggen. En anders dan komt hij daar een beetje raar uit. Dan krijg je weer dat gekke hoogteverschil. Pentart waxen die ruiken naar citrus. Ja, ik denk dat die Pentart waxen, dat dat vergelijkbaar is met deze bijenwax, zeg maar. Nou, de kaarsjes gaan in 3D erbovenop. Hoe komt het dat jij, Gesso, in het deksel hebt zitten? Nou, dat komt omdat ik dan mijn pot eventjes dicht doe. En... men gaat gewoon eventjes schudden. En dan krijg je dus gesso in jouw deksel. Dus dat is ideaal. Hele handige tip. Hele simpele tip. Maar het is zo klaar. Wat ga ik bij deze doen? Ik ga deze er vast op plakken op die witte kaart. En ik ga er later een standaardje achter maken. Ik vind het wel leuk dat hij gewoon zo wit blijft. Of wat ik ga doen... Nee, ik ga het anders doen. Maar dat ga ik nu niet tijdens de live doen. Ik ga hier een rillijn maken. En dan ga ik deze iets naar voren vouwen. En dan wordt er dus een soort staande kaart. Dus dat deze omhoog komt, dat er gewoon ietsjes diepte achter blijft. Dat je dus een doorkijkje krijgt met die sterretjes. Ik moet hierbij nog wel... spetteren met mijn witte pen. Er moet altijd wat sneeuw op mijn kaarten. Ja, daar komen de spettertjes wel. Ja, dat is op een gegeven moment gewoon een beetje een soort afwerking. De een doet dit standaard bij de kaart, de ander doet dat. Nou, voor mij is dat een beetje het spetteren. En last but not least, bij deze hoort uiteraard ook een beetje sneeuw. We hebben het sneeuweffect van Studio Light. En dat wil ik hier nog onder de boom gaan maken. Onze Bambi ligt in de sneeuw. Kijk hem eens liggen. Leuk toch? Nou, dit kan je gewoon aan de lucht laten drogen. Als je het leuk vindt, kan je er ook nog wat glittertjes in gaan doen. Kijk. Nou, ook de boom kan nog een beetje sneeuw gebruiken. Op de takjes is wat sneeuw gevallen. Ook hier is een beetje sneeuw opgekomen. En zie je, zo heb je in no time heb je een superleuke kaart klaar met ja, de DIY blocks en dan de Studio Light embossing folders. Nou, misschien dat ik nog wat plakpareltjes of iets dergelijks als finishing touch erbij doe, maar wellicht niet. Er komt alleen nog ergens even een tekst op, maar ik moet dus nog bedenken wat voor tekst het gaat worden. Dus dat is de eerste. Ja, Bambi kan het zo wel een beetje koud krijgen in de sneeuw, dat klopt. Maar ik vind hem zelf wel superleuk zo. Dat is nummertje 1. Ik leg hem eventjes aan de kanten, want anders dan weet ik zeker dat ik straks de sneeuw helemaal ga pletten. Dat is niet de bedoeling. Nou, we gaan door naar nummertje 2. Ik ga ondertussen eventjes een klein beetje zooi hier weer weghalen. Ik heb die sneeuw ook, maar ik moet er best hard op drukken. Nou, het valt bij mij eigenlijk best wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo, ruimte maken voor nummertje 2. Nummertje 2 gaat een beetje een simpelere worden. Ook hetzelfde blokje, alleen... ja, deze keer wil ik hem gewoon eenvoudig houden. En ga ik dus denk ik de achtergrond niet op kleur brengen. Of een heel klein beetje. En wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Nee, ik ga hem bij deze gewoon wit houden. Ik vind hem in wit eigenlijk wel heel erg mooi. Dus bij deze gaan we geen kleuren opbrengen. Ik moet nog wel even mijn randjes weer iets oud maken. Nou, ook hierbij het groene papier komt dus ook weer uit die DIY blokken. Dat is gewoon de achterkant. Nou, je hebt de eerste creatie dan gemist, Ria. Ik ben nu met de tweede creatie bezig. Deze leuke plaatjes, die zitten ook allemaal in het blok van Studio Light. Ik zal het blok er zo nog even weer bij pakken om te laten zien. Nou, ook wat uitdrukplaatjes erbij. Nou, dit gaat echt een beetje een simpele kaart worden, want dat is ook de bedoeling, dat je gewoon af en toe iets eenvoudigere dingen maken. Kijk, hier heb ik die leuke boom wel. Er zit nog een breide pinguïn bij. Hier heb je wel die poinsettia's. Er zit heel erg leuk papier in. Groen en blauw. En hier heb je dus bijvoorbeeld dat leuke plaatje van de Bambi wat ik ga gebruiken. Dus dat is het blok Winter Wonderland. Ja, en weet je, heel veel mensen moeten tientallen kerstkaarten maken. En als jij elke kerstkaart ja, uren mee bezig bent, dan ga je dat natuurlijk nooit redden. En met deze embossingfolders kan je best wel in no time snelle kaarten maken. Ik moet zeggen, nu ik hier weer mee bezig ben, stromen de ideetjes wel weer allemaal binnen. En ik heb mijzelf eigenlijk voorgenomen om toch maar eventjes iets meer weer te verdiepen in de embossing folders. Gewoon even wat meer techniekjes nog uit gaan proberen. Als het straks lukt, maar ik weet niet hoe laat het is. Ik ga ook nog eventjes niet op de tijd kijken. Maar als het lukt ga ik straks nog eventjes ook een beginnetje maken met dat goudwax. Maar goed, eventjes per stuk bekijken. Nou, ik heb bij deze voor de aankleding nog wat uitgestanst. Of geponst is het. Dus met de pons van Vase Creative. Dus dat kan je er ook nog bij gaan doen. Het is maar net wat jij zelf leuk vindt ter afwerking. Deze moest op het groene. Moet ik wel de juiste volgorde doen. Dat vind ik wel ideaal van deze blokken. Dat er ook gelijk het bijpassende kaartkarton bij zit. Dus je hoeft eigenlijk niet meer te zoeken. Alleen voor de onderkaart, zeg maar. En daar heb ik nu dan wat parelmoerblauw voor gebruikt. Maar daar kan je eigenlijk alle kleurtjes voor gebruiken. De parelmoer had ik nog liggen. Dat komt ook uit een groot peperblok. Is niet los verkrijgbaar. Maar helaas, ik had het liggen en ik denk, weet je, ik gebruik het ook gewoon. Want ik kan wel elke keer zeggen van, ik pak het niet meer. Maar dan blijft het bij mij ook allemaal liggen. En dat kleurtje past er gewoon super mooi bij. Ik zal kijken dat ik niet te laag ga werken. Nou, ook bij dit plaatje heb ik even een matlaagje erbij gemaakt. Dit papier is ook gewoon zo gaaf. Ja, ik ga deze denk ik gewoon wit laten. We kunnen ook die kant gebruiken. Nee, ik ga deze kant gebruiken. Die plak ik even met een stukje dubbelzijdig tape vast. Want wat ik wel een beetje gemerkt heb, is dat de dingetjes natuurlijk aan de achterkant wel ietsjes lastiger plakken. Omdat je dus dat geëmboste gedeelte ook hebt aan de achterkant. Dus als je met lijm plakt, heb je snelle kans dat het weer loslaat. Deze plakken we hierachter. Even kijken, ik probeer jullie reacties mee te lezen. Maar mocht ik iets missen, dan probeer ik het later nog eventjes weer na te kijken. Soms gaat dat gewoon zo snel. Deze gaat hierachter. Nou, te laat. Jullie zijn zeker niet te laat, dames. Maar ik ben al wel begonnen. Ik ben al wel een eindje op weg. Nu leek het mij wel leuk om nog een klein gedeelte hier weer overheen te plakken. Gewoon met een restantje van deze. Die komt daar weer achter. En dan wilde ik die poinsettia daarop doen. Die komt dus uit het standsblok. Met een leuk takje. En dit leuke takje. En dan had ik nog de tekst Wishing you all the best. Ga ik even kijken waar ik die tekst ga doen. Want ik wil de kaart gewoon eigenlijk een beetje richting kas houden. Dus niet te druk. Ik ga die zo overheen doen. En dan komt dat leuke vogeltje hierop. Zo gaan we doen. Dus gewoon niet te druk maken. Vind ik altijd heel moeilijk. Maar we moeten het gewoon elke keer weer proberen. Ik probeer in ieder geval elke keer een kaskaart te maken. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Maar we proberen het wel. Oh ja. Jenine, niet alles naar je toe trekken, maar iets hoger gaan werken. Ja, 8 uur, dat red ik niet. Sorry, dat is voor mij gewoon een te laat tijdstip. Dan wordt het voor mij, voordat ik dan weer beneden ben en op bed lig, dat red ik gewoon echt niet. Momenteel is 7:30 al een eigenlijk... een tijdstip wat niet echt haalbaar is. Maar goed, Eén keer in de zoveel tijd doe ik dat. Ik weet dan gewoon van tevoren dat ik gewoon vannacht absoluut niet slaap. En dat moet ik dus niet te vaak doen. Even kijken, deze gaat hier komen. Ik vind het ook wel verwonderlijk dat ik gewoon kaarten maak zonder lintjes erbij aan, hè? Erbij op. Dat kan eigenlijk niet bij Jenine. Maar goed. Af en toe moet je een beetje van je geloof afstappen en een keer wat andere dingen uitproberen. En dan vind ik het ook wel weer leuk als het ook wel weer lukt zonder al die poespas. Nou, ook dit weer een beetje op die manier. Ik ga ook gelijk deze eventjes weer voorzien van gesso. Ik hoor niks. Ik weet niet wat je... Hoor je mijn live niet meer? Ik weet niet waar het helemaal over gaat, eerlijk gezegd. Vuurwerk hoor ik al. Volgens mij... lees ik van alles door elkaar heen. Ik denk dat ik het later maar terug ga kijken, dames. Jullie zijn volgens mij met z'n allen gezellig aan het kletsen. Oh, mij hoor je goed, gelukkig. Ik schrok al even, ja. Soms is het met Facebook ook zo'n gedoe dat je gewoon... Dan werkt het wel goed, dan werkt het niet goed. Soms wel irritant. Nou, ook deze plak ik weer met foamtape op. Gewoon omdat ik het leuk vind om in een beetje 3D te gaan werken. Ik werk altijd met die stripjes. Dat vind ik ideaal. Toevallig zijn er nu 2 afgekomen elke keer. Dus vandaag doen we het iets luxer. Even opletten, Jenine. Eerst even die strookjes opplakken. Dat is handiger. Dat is much handiger. Oh, het gaat over de vliegtuigen. Aha. Iets hoger werken. Nou, ik ga mijn best doen. Ja, kom dat ik dan eigenlijk net boven mijn eigen macht zit te werken. Nee, Monique, dat had ik er ook wel bij gezet. Op de aankondiging stond ook dat ik... vanavond met deze DIY blocks zou gaan werken. En die crayons, dat was eventjes een uitstapje van mijzelf. Dat hoop ik later deze week nog even in een live te gaan doen. Mocht ik straks op tijd klaar zijn, ook met de volgende kaart, dan kan het zijn dat ik misschien nog even een beginnetje ga maken. Ja, deze komt hier aan de zijkant. Dan kwam de raven poinsettia er nog bij op. Ja, dat kan ook inderdaad met de Cosa wax. Ik had net al wel aangegeven dat het maakt niet uit wat voor soort waxen. Het kan met allerlei soorten waxen wat jij maar in huis hebt. Nou, deze DIY blocks zijn gewoon super leuk. Ook voor... ja. Snelle kaartjes, het papier wat erin zit is gewoon echt prachtig. Nou, je kan er onwijs veel versiering bij gaan doen. Of je kan een klein beetje versiering doen. Deze keer ga ik gewoon voor niet te veel. Dus die gaat daar komen. Even kijken. Nou vind ik het toch niet heel mooi uitkomen. Ik ga deze nog ietsjes verplaatsen. Een klein beetje verbouwen weer. Soms moet dat. Even voorzichtig doen. Ik kan hem ook ietsjes schuin doen. Ik denk dat ik dat ga doen. Iets schuin, dan komt deze hier een beetje onderaan. Takje eronder. Oh, ik moet echt vrij hoog werken deze keer, merk ik. Ik vind het een beetje gek met mijn camera. Maar geen idee waar dat door komt. Dan ga ik er deze zo een beetje overheen plakken. En die ga ik alleen met foamtapejes aan de zijkanten vastzetten. Dus dat echt als een soort vaandeltje er overheen komt. Dus ik pak alleen maar 2 kleine foamtapejes. En dat gaan we zo doen. Ja, snap ik, Monique. Die crayons, dat staat ook nog op mijn wensenlijstje. Maar ik kreeg van Studio Light de vraag om met deze blokken wat te gaan doen. Maar in de voorbereidingstijd toen ging mijn inspiratie eigenlijk totaal de andere kant op. En toen had ik zoiets van, oh, ik wilde van alles uit gaan testen. En toen had ik overal inspiratie mee, behalve met die of met deze blokken. Of ja, geen inspiratie mee, dat is onzin. Maar ik was gewoon zo lekker aan het kliederen. Kijk, vogeltje erbij op. Dit is toch leuk. En dan ga ik hier nog eventjes wat pareltjes op doen. En dan heb je toch gewoon een superleuke, ja, een keer een wat simpelere kaart, zeg maar. Maar wel ontzettend leuk, want het hoeft niet altijd mega druk te worden. Dus dit is weer een kaartje, ook klaar met de nieuwe Winter Wonderland blok. En dan zou ik, waar is het? Nou, kan nog net. Zou ik ook nog aan de slag gaan met de Christmas Memories. Dat is namelijk ook een ontzettend leuk, ook een beetje die traditionele kleuren. Dus een beetje roze, een beetje groen, ook blauw erbij in. Deze blokken zijn echt onwijs gaaf. Er zitten gewoon zoveel leuke elementen in. En met deze wilde ik ook nog wat gaan maken. Maar dan drink ik eerst nog even een slokje thee, als jullie dat goed vinden. Ja, weet je, de kaarten hoeven ook niet altijd zo heel moeilijk te zijn. Want ook als je bijvoorbeeld naar oudere mensen kaarten stuurt, die waarderen dat eenvoudige vaak ook nog veel meer dan al dat drukken. Last but not least. Wij gaan met deze nog aan de slag. Dit is dus het laatste, of dat Christmas blok. En daarmee wilde ik een slimline kaart gaan maken. Nou, het papier komt daaruit. Ik heb papier gesneden van 14 bij... Nee, wat is het? 9,5 bij... Ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je kan hem ook gewoon slimline formaat kiezen. Wat ik met deze blauwe heb gedaan, is dus gewoon een papiertje door mijn embossingfolder gedaan en die ook weer diagonaal afgesneden. En deze keer wil ik hem op kleur gaan brengen met een blauwe wax. Dat leek mij wel leuk. En daarvoor wilde ik gebruiken... Ja, dit zijn allemaal uitdrukplaatjes in het blok, dat klopt. Ik ga hiervoor gebruiken de kleur Old Denim van Finnabair. Dus je kunt gewoon ja, allerlei waxen gebruiken. Allerlei merken kun je door elkaar heen gebruiken. Nou, dit werkt dus gewoon allemaal hetzelfde. Gewoon lekker met je vinger in het potje. En een beetje erop gaan wrijven. Hoe donkerder, hoe meer kleur erop komt natuurlijk. Het achtergrondpapiertje wat ik erbij heb gepakt zit ook weer gewoon in het paperpad. Dus dat groene kleurtje, dat matcht gewoon altijd bij je designpapier. Omdat het dus uit hetzelfde blok komt. Dat is gewoon ideaal. Ik vind het denk ik wel leuk. Kijk, ik doe het niet te donker omdat ik het anders te heftig vind worden bij mijn achtergrond. En ik vind het ook wel leuk als bijvoorbeeld het ene gedeelte net iets donkerder weer is dan het andere. Dat je een beetje een gevlamd effect gaat krijgen. Ik wil bij deze ook gewoon nog een klein beetje zilver er weer bij doen. Dus je kunt gewoon verschillende kleurtjes ook in één project gaan gebruiken. Dat vind ik altijd leuk. Mix en match. Kijk. En je papier gaat er gewoon echt enorm van blingen en van ruiken. Dat ook. Het is echt een heerlijk geurtje. Bij deze wil ik nog eventjes mijn randjes iets groen maken. Mag nog ietsjes verder doorlopen naar het midden toe. Dan gaan we even weer met de gesso aan de slag. Even kijken, mijn sponsje. Als je zo'n blikje een hele donkerbruine laag bovenop krijgt, kun je dan nog gebruiken of moet je dan doorroeren? Ja, je kan het proberen. Dat durf ik ook niet te zeggen. Daar heb ik helaas nog geen ervaring mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus kijk gewoon eventjes. Proberen kun je het altijd. Dan weet je zeker dat je hem eventueel nog weer kunt gaan gebruiken. Even kijken. Deze ga ik ook voorzien van een beetje gesso. Dus kijk, je kan gewoon dit ook in allerlei vormen snijden. Je kan het kleine gedeeltes ervan gebruiken. Je hoeft een embossingfolder echt niet helemaal in zijn geheel op te plakken. Dat vind ik juist leuk. Een beetje ermee spelen. Ja. Dit gaan we weer opplakken. Ik weet niet of jullie de fijne tacky glue van Studio Light al kennen. Maar ik plak daar nu eigenlijk bijna alles van. Het is gewoon heel fijn. Ja, het ligt misschien ook inderdaad wel aan het merk wat je hebt qua waksen. Ik heb de waksen van Finnabair, moet ik zeggen. Die heb ik al heel erg lang. En die zijn ook gewoon, die blijven ook gewoon goed. Tenminste, ik heb er geen probleem mee. Ik ga een beetje lijm op deze doen. Even kijken of die vast wil plakken. Want dit is natuurlijk wel weer met die embossingfolder gedaan. Kijk, nu wil ik die witte rand, die wil ik nog een beetje... Of deze rand wil ik weg gaan werken. Daar heb ik nog een leuk strookje van gewoon wit gepakt. Maar misschien dat ik er ook nog wel een kantje onder ga doen. Even kijken. Ik denk dat ik eerst een kantje doe en dan dat strookje. Dat gaan we doen. Ja, kantje kan toch niet ontbreken op de kaart. Twee zonder, dan mag er eentje met. Dat zijn jullie toch wel met me eens, of niet? Ik vind dat ik me al zo netjes gedragen heb. Als ik nog ietsjes verder plak, dan kan ik een klein strookje aan de achterkant nog doen. Dan maak ik hem daar eventjes vast. Kan ook gewoon met een strookje dubbelzijdig tape erachter. Zo, dat is dat. En die gaan we hier even afknippen. Ja, een kantje en dan een wit strookje. En dan past mijn tekst die ik bedacht had, die past straks niet meer. Dus dan moet ik ook nog maar eventjes later gaan verzinnen hoe ik dat dan maar weer ga doen. Kijk, wit kantje. En dan gaat deze daar nog weer overheen. Ter afwerking. Ja. Op de eerste zat er ook kantje. Oh ja, klopt. Oh. Ik ben jullie aan het voorliegen. Sorry, dames. Dat was inderdaad. Op de eerste had ik ook wel een klein kantje gebruikt. Nou ja. Het maakt ook niet uit, toch? Nou, dit wordt een slimline kaart. Ik ga ook de basis alvast even vastplakken op mijn onderkaart. En dan gaan we nog even qua decoratie kijken wat we verder gaan doen. Ook hierbij niet te veel poespas erbij. Ik had een paar dingetjes uit het blok uitgehaald waar ik wel dacht van, nou, dat is wel leuk. Maar het papier is gewoon al super leuk. En ik wil die embossingfolders een beetje, ja, toch in de spotlight laten staan. Dus dan kan ik wel alles vol gaan plakken. Maar dat schiet dan ook weer niet op. Kijk, dat vogeltje vond ik wel leuk. Dan hou je nog een beetje dat oranje kleurtje er weer terug. Dan had ik hier nog een leuk setje met besjes. Die komen daar op de klok. Dan had ik nog wat takjes. En dan bleef het daar ook bij. Want meer had ik er niet uitgehaald. Ik denk, meer mag er niet op. Kijk, die gaat daar komen. Had ik nog twee kleine vaandeltjes uit mijn designpapier. En deze heb ik nog. Kijk, ook hierbij gewoon een beetje met gesso eroverheen. En die wilde ik hier bovenaan laten hangen. Nou, dan heb je toch een hartstikke leuke slimline kaart klaar. In hele korte tijd. Nou, die gaan we ook weer opplakken. Ook alles weer met foamtapejes vastplakken. Dus zo zie je wel, eigenlijk heb je niet eens zo keiveel verschillende materialen nodig. Je hoeft het niet altijd met heel veel standjes te doen. Je kunt ook een keer zeggen van, nou, ik doe gewoon echt alleen die paper elements erop. En zo kun je met zo'n standsblok kun je gewoon echt heel veel mooie kaarten maken. Dat vogeltje vond ik ook wel echt ontzettend leuk. Ja, weet je, je kan op deze manier nog veel meer eenvoudige kerstkaarten maken. Gewoon met deze blokken. De ideetjes zijn er inmiddels allemaal wel. Maar ja, net wat ik zeg, een beetje tijd en energie zou soms ook fijn zijn. En ja, weet je. Ik ben nu straks hier weer mee klaar, maar dan ligt het volgende alweer te wachten. En dat vind ik soms wel een beetje lastig. Want Het gaat gewoon allemaal zo snel. En ik vind het juist zo leuk om uit één product heel veel uit te halen. Dus meerdere voorbeelden eigenlijk. En daarom ben ik nu ook gewoon echt aan het spelen gegaan met deze voorbeelden. Dat ik dacht van, ik wil gewoon echt even een aantal verschillende creaties met embossingfolders doen. En daarom wil ik ook later deze week nog een extra live met embossingfolders doen. En dan met andere techniekjes. Om jullie dan wat andere dingen ermee te laten zien. Nou, dit gaat toch helemaal leuk worden. Nou, ik moet morgen dan eventjes de finishing touch qua teksten nog even doen. Dat houden jullie nog te goed van mij. Maar dat wordt me gewoon te veel om dat nu allemaal nog te gaan doen. Ik heb daar namelijk iets voor bedacht. En dat is best wel een monnikenwerk om dat erop te krijgen, denk ik. En ik zal het zo laten zien als ik deze opgeplakt heb. Maar misschien dat ik morgen nog wel iets anders bedenk. Dat ik denk van, ik wil het toch anders doen. Ik heb namelijk dit standsetje. En dat is, even kijken, deze van Studio Light. En die heeft de tekst prettige feestdagen. En die teksten, die wilde ik in eerste instantie, had ik de een hier prettige feestdagen willen doen. Maar hoe ik dat nu precies ga doen, ik denk dat ik hier feestdagen naar beneden ga doen. Of dat er toch iets totaal anders op gaat komen. Ja, moet ik nog even bedenken. Of dat ik zie dat ik een zo'n leuk stickertje krijg. En dat ik hier bijvoorbeeld zo'n tekststicker op doe. Hé, hey, wacht even. Ik kan het ook anders doen. We hebben natuurlijk ook, ik denk dat dat mooier gaat worden. Heb ik een schaartje of iets dergelijks. Nou, dit kan je natuurlijk met allerlei letters doen. Maar ik denk dat ik hier de tekst Merry Xmas op ga maken. Of dat ik hier bijvoorbeeld ook nog ietsjes naar beneden laat doen. Of Happy 2022. Moet ik nog even kijken. Maar ik denk dat ik met deze stickertjes uit mijn eigen collectie gewoon een leuk los woord ga maken. En dat past dan weer precies over dat bannertje heen. Dat is wel leuk. Merry. En weet je, zo puzzel je toch altijd nog weer eventjes door. Dan wil je het toch eigenlijk graag afmaken, hè? Dat is voor jullie vast ook wel herkenbaar. Nou, dan komen er later nog even, ja, de laatste finishing touch, zoals wat spettertjes en zo. Maar dat kennen jullie inmiddels wel. Heb ik net ook bij de andere kaart al gedaan. Dus dat komt nog. Ik denk dat ik die hier gewoon naar beneden ga doen. Nou, daar ga ik nog eventjes over, ik denk een nachtje over slapen. Hoe ik dat precies ga doen. Qua tekst. Maar de opzet is een beetje in deze richting, zeg maar. Dus die lettertjes die kun je allemaal los opplakken. Je kunt je eigen woorden hiervan maken. Ik denk dat ik dit gewoon wel leuk vind. Niet zeuren, klaar is klaar, zeggen ze altijd. Moet ze alleen nog eventjes netjes recht plakken. Nou, is toch superleuk. Dus zo heb je in no time heb je, ja, toch weer leuke kaarten klaar. Ik zal ze nog even alle drie laten zien wat ik dus vanavond gemaakt heb. Ik moet van alle kaarten nog even foto's maken. Dus dat komt later deze week. Dus dit is een leuke slimline kaart. En die is gedaan met het... even kijken. Christmas Memories DIY blok. Deze is gemaakt met de Winter Wonderland DIY blok. En dan de embossingfolders uiteraard. En deze, ook daarbij weer die leuke embossingfolders. Dus ja, het is gewoon te leuk. Ook deze combinatie met papier en embossingfolders is ook super leuk. Ik hoop dat ik jullie weer wat inspiratie heb kunnen geven. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het dan eventjes weten. En ik ga nog een keer weer live met die leuke embossingfolders om ook wat andere techniekjes te gaan laten zien. Maar dat komt nog eventjes. Voor nu nog een hele fijne avond en tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!